Hallo allemaal en welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Fadi Awad en vandaag wil ik jullie vertellen over mijn ervaring in een woke restaurant ergens in Diest-België. Het was wel heel goed, was heel lekker en gezellig. En we gaan zo dadelijk een fragmentje bekijken, allemaal wat ik gezien en gegeten heb van binnen. Voordat ik ga beginnen wil ik jullie aandacht vragen om te abonneren op mijn YouTube-kanaal door te klikken op de belknop en dan krijg je meldingen en word je op de hoogte van alles wat ik upload. Tot straks! En hier zien wij fruit van verschillende soorten en zeevruchten van verschillende soorten. En hier zien wij eigenlijk alles wat wij nodig hebben om wok te kunnen maken. Garnalen, broccoli's en van alles. En hier zien wij de koude schotel, citroen, olijven, vis, groenten en van alle soorten. En het buffet zag heel lekker uit. Iedereen was heel blij. Gevarieerd van alles. Vis, vlees en lumpia's. En mijn favoriete schotel was scampi's met look. Lekker! Chocola, yummy, 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 yummy. Dat is echt niet te doen. Yum. En hier is de kast van alle soorten taarten. Kriek, perzik, yummy. En hier zien wij het restaurant van buiten en binnen. En ook de schotels die ik geproefd heb. Scampi's en sushi. Calamaris en vis, ook scampi's en Sint-Jacobvruchten, kreeften en mosselen, wok, wok en tapanyaki, dessert schotel, yummy met fraise en aardbeien, nog tapanyaki en dat was het. En dat was het voor vandaag over mijn ervaring bij Happy Wok in Diest. Ik zal straks hierboven de website en het adres terug van het restaurant hier posten. En ik zie jullie in de volgende keer. Dankjewel, dag!